Vandaag gaat Sandra de muur een tweede keer doen en ik ga met Jaap plintjes tegen het plafond doen. Dus daar komt het. In de categorie bedrijven die je kunnen helpen met zoiets als dit, las ik gisteren nog een hele mooie. Plint Eastwood als bedrijf. Ja, kan natuurlijk. Deze is op zich ook wel grappig. Hier is een anker om balken vast te zetten. En dat past, denk ik, precies als er een klein hoekje uit het plintje is, past het er zo overheen. Ik denk ook met een lange lat. Zo smokkel je dingen weg. Ja, ik zie dat hij loopt. Hey, Koen, het laatste stukje van de kamer van Dorian. Ja. Daar gaat hij beginnen. Hey. Nietje extra voor de sier. Ja, zo. Helemaal goed. Nou, doe. Op een later moment een rentje kitten langs en dan is het helemaal hoe ik het wil hebben. Dit is de klassieke stijl die op beneden is. Oh, wat mooi. En ik denk dat we hem hier aardig nagedaan hebben. Zo, dat was weer een dag. We zijn zover gekomen dat voor de kinderkamers dat de vloerbescherming weg kan. Want alles is geschilderd, plintjes zijn tegen het plafond. Dat is vandaag dus gelukt. En ook bij Filou. Plintjes tegen het plafond. Daar mag nog een randje kit langs. Dan wordt het, sluit nog ietsje beter aan, of lijkt het er in ieder geval op. En de gele muur is nog een keer gedaan. Ik denk dat hij nog een keertje moet. En ook in onze slaapkamer zijn de plafondbalken nog een keertje gewit. Oh ja, en ons raam daar kan nu ook dicht, weer het beslag erop. Dus het is weer een mooi stukje. Hoi.